Op basisschool De Vlonder in Uden was het een beetje feestdonderdag. Die middag werd namelijk de hoogte bekendgemaakt van het bedrag dat de sponsorloop van 1 juni opgebracht heeft. De spanning werd opgebouwd en uiteindelijk kwam het bedrag tevoorschijn. Ruim 2100 euro. Kinderen van de leerlingenraad hadden de eer om de cheque te overhandigen aan een vertegenwoordigster van Stichting Zelo. Deze stichting wil een woning realiseren voor 12 kinderen met een lichamelijke beperking. De leerlingen van De Vlonder maakten de dag van de cheque-overhandiging extra feestelijk met verschillende optredens. 2, 3, 4 en 5.